Goedemorgen allemaal. Vandaag weer een nieuwe training staat er op het programma en het is heerlijk weer. We gaan vandaag naar Sassa toe. Dat is een hele mooie klim hier in de buurt waar je mooie blokjes kan doen. Ik ga vandaag 3 keer 8 minuutjes D3 blokjes doen. Dat zijn rondom het omslagpunt intervaltrainingen. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig hoe het gaat en ik ga je straks op de hoogte brengen hoe het was gegaan. Doei doei, tot straks! Mijn eerste blokstraining in Toscane is weer een feit. Afgelopen vanochtend zijn we lekker met z'n allen naar Sassa gegaan. Ongeveer een uurtje fietsen en daar heb ik lekker mijn blokjes gedaan. Ja, lekker, ze gingen lekker goed. Helaas mag mijn conditie nog wel iets beter worden. En dat merk ik natuurlijk ook wel in mijn blokjes. Maar ja, na mijn blessure ben ik gewoon tevreden hoe het gaat. Ik had vooral geen pijn in mijn benen. Ja, ik moet wel eerlijk zijn, natuurlijk heb ik pijn in mijn benen als ik blokjes doe. Maar niet de pijn van mijn blessurepijn, zeg maar. Dus en daarna had ik nog een hele uitdaging met de terugweg. Want toen bleek mijn derailleurkabel los te zitten. Of die zat er helemaal uit, dus ik kon niet meer schakelen. Die heb ik vastgemaakt en uiteindelijk kon ik alleen nog maar de laatste of de zwaarste verzetjes gebruiken op de terugweg. Dus het was een enorme krachttraining. Maar ik ben thuisgekomen en mijn benen hebben extra goed getraind vandaag. Dus ik was al even toe aan rust. Nou, hopelijk morgen en overmorgen weer een mooie trainingen. En dan hopelijk zijn mijn benen dan goed hersteld. Dus doei doei!